spanning volledig terug aan kop in de tweede klasse C. Velo buigt diep voor Nieuwekerk. En knappe zegen voor RKVV, DHC, Kwik en Beslandia. Dit en meer dadelijk na de reclame. Als we gaan terugblikken op het zondagvoetbal. Asta Casino op het Spui 27 in Den Haag is vanaf nu 24 uur per dag geopend. Het gezelligste casino van Den Haag en omstreken. Speel bewust 18 plus. Je eigen weg vinden. Niemand kan je vertellen hoe dat moet. Vrijheid is heel belangrijk voor mij. Het doet goed als ik over de stad uitkijk. Maar ook gewoon knallen. Geen gezeur. Werken met gasten waar je wat aan hebt. Wij zoeken mannen die niet bang zijn en die de vrijheid kunnen handelen. Ben jij zo iemand? Kom even bij ons langs. Het kan snel gaan. Bij Sir Winston kun je 7 dagen per week all-inclusive sporten voor een vaste prijs. U kunt onder andere terecht voor krachttraining en fitness, cardio en gevarieerde groepslessen. Van yoga tot high-intensity trainingen. Wij beschikken over ervaren instructeurs en kennen voordelige tarieven voor personal training. Ook beschikken we over een Finse sauna, infraroodzitjes en een loungegedeelte. Sir Winston Fitness is gevestigd boven Grand Café de Halve Maan en parkeren is gratis. Hartelijk welkom vanuit het Sir Winston Leisure Center. Haaglanden voetbal weekend. En dat betekent dat we gaan terugblikken op het zondagvoetbal. Ik doe dat samen deze week met onze vaste analist René Pas. René, welkom. We gaan snel van start in 4A. Het was een wedstrijd tussen Toefaan en Hamza. Nou, de thuisclub deed ook nog volop mee. Maar krijg op eigen veld gelijk een lesje, 0-10. Ja, korfbaluitslag, dat gebeurt niet veel meer. En ja, Hamza doet hele goede zaken daarmee natuurlijk. Zeker, blijft er gewoon zelf volop meedoen. Hè? Ja. Volgt HDV op de voet. Ja, daarom. Het is nog niet gespeeld daar in die afdeling hoor. Nee, en SVH dat heel goed het seizoen begon, doet ook nog wel een beetje teruggevallen, mee. Teruggevallen, maar ze zijn goed teruggekomen de laatste 3-4 wedstrijden. Nu tegen Houtwijk, dat kwam alleen pas wat moeizaam op gang naar rust. Ja. Maar ja, goed, ze doen toch weer mee in ieder geval. En dat hadden we een week of 3 geleden niet meer verwacht eigenlijk. Nee, goed. Vierde klas zijn we doorheen. We hebben maar één vierde klas waar regioploegen in zitten. En dat brengt ons in de derde klasse C. Daar speelt FC Zoetermeer. Ja, volgend seizoen niet meer actief in het zondagvoetbal. Gaat naar het zaterdagvoetbal. Spelen nu uit bij NOC Kralingen. Ja, dan spelen ze gelijk. Dat is eigenlijk tegenvallend. Ja, maar ja, goed wat jij zegt. Het gaat nergens meer om hun. En dan is toch de motivatie bij de jongens vaak... Nou, gebeurt het vandaag niet, gebeurt het morgen wel. Ja. Weet je, die instelling hebben die gasten dan natuurlijk. Nee, dat hoeft helemaal niet meer. Nee. Goed, gaan we naar de derde klasse B. Daar moest Sepp op bezoek bij SVV. Ja, dat is dan gewoon de kampioen. 3-0 werd het. Sepp komt nog aardig terug tot 3-2, wat heel knap is. Ja, maar vervolgens, na afloop, hebben ze wel volgens mij al de kampioens medailles gekregen. Ja, terwijl ze officieus wel, maar ja. Officieus nog niet natuurlijk. Nee, maar goed, dat weet iedereen wel. Die had je uiteindelijk ook misschien 3 weken geleden al uit kunnen rekenen. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Nee. Maar het is gewoon de terechte kampioen natuurlijk. Zeker. Ze hebben alle wedstrijden al zoveel goals gemaakt. Maar ja, daar hebben het meeste geld heeft gewonnen. Ja, zegt het wel. Maar ja, goed, dat geldt in meerdere klassen. Ja. Voorschoten, dat speelde thuis tegen ODB. En ja, Huip van Oostomsoede, hij is ook trainer daarbij Voorschoten. Ja. Hij zag ODB met de volle buit vertrekken. Ja, maar ODB is toch weer vrij constant bezig de laatste weken. Hè. Winnen toch hebben nou 4 keer ook met elkaar gewonnen volgens mij. Ja, doet goed. Terwijl ze ook een klein dipje gehad hebben even na de winterstop. Maar nu staan ze toch wel op een riante tweede plaats. Wedstrijdje minder gespeeld nog zelfs, geloof ik. Ja, dat is toch wel leuk. Jullie gaan daar die na-competitie en wie weet zit er nog een promotie naar de tweede klas in. We weten hoe dat voorjaar gegaan met ODB. Ja. Hebben ze ook 5 keer de kans gehad. Ja. En laten ze nu maar rechtstreeks in 1 keer dat pakken. Dat zou wel leuker zijn. We gaan het afwachten. Dan in de derde klas A.
Ja, we praten over een club die de laatste tijd goed op dreef is. Dan hebben we het ook over Stompweg 92. Ja. Weliswaar bij Van Nispen niet zo sterk, maar goed, ze pakken toch weer drie punten. Binnen de wedstrijd staan op een mooie vierde plaats. En wat dat betreft denk ik gewoon dat, ja, prima zaak voor die vereniging. Ja. In 2D, Wipolder ging op bezoek bij de Hekkensluiter, bij Slinkerveer. Marcel de Letter doet lekker met zijn ploeg, kijken nog steeds naar boven. Ja, regelmatige winst, denk ik. Ja, regelmatige winst. En die staan bij vijfde plaats volgens mij zo'n beetje. Die haken een beetje aan. En die hopen natuurlijk toch nog stiekem dat ze misschien in die laatste periode nog wat kunnen doen. Ja, dan Olivio. Ja, Olivio dat speelde op de Groene Weide tegen Ona. Nou, vooraf hadden wij al gezegd, Ona, dat is ook geen misselijke ploeg. En dan win je ineens met 8-3. Ja, dat zijn uitslagen, Tom. Ja. Dat is, ja, maar dat doet Olivia wel vaker, want ze wonnen ook een keertje gewoon met 5-0 van de toenmalige koploper, Zwervers. Ja, het is een ploeg. Ja, de ene keer lukt alles, de andere kan lukt het minder kennelijk. Maar dit is wel een mooie uitslag, 8-3. Ja. Maar goed, ze hebben het gewoon goed gedaan. Ze spelen in die tweede klasse, slecht begonnen. Ja. Gewoon ook volgend seizoen weer tweede klasse. Dat ja, is nou, is mooi voor de mooie. Die gaat daar weg. En laat hij toch de club weer achter. Goed, ja, dat gaan we verder afwachten. Concordia dat speelde thuis tegen TOGB. Ja, TOGB dat is altijd, denk ik, altijd maar zo'n soort sleeping giant. Iedereen hebben het erover, die bloemen hoog op. Ze winnen dan nu ook wel, maar ja. Ja, ze halen het iedere keer niet. En ze hebben een prachtige accommodatie daar zo natuurlijk. Ja. En zijn er eigenlijk wel rijp voor om nog een stapje te maken. Maar ja, het valt toen niet mee voor ze. Blijkbaar niet. Tweede klasse C dan. Een wedstrijd die al op de zaterdagavond werd gespeeld om 6:00. Op verzoek van de spelers was dat. Die wilden dat dus even uitproberen hoe dat eigenlijk was op de zaterdag. Maar waarom dan, Tom? Nou, dan konden ze op een gegeven moment ook een keer daarna een gezellig feest maken met supporters, met iedereen en alles erbij. En dat was een beetje, het was een probeersel. En ik denk dat ze bij RKDO het goed gesmaakt hebben. Ja. Want er was een zangeres na afloop. Oh. Het is een groot feest geweest. Nou, maar Laakkwartier had niet zoveel op het feest. Maar ik denk dat hij wel meegedaan heeft met het feest Laakkwartier. Ja. Maar we hadden er geen reden toe volgens mij. Nee. 5-0, aardig afgedroogd. Maar ja, daardoor, ik bedoel, de druk werd weer gelegd bij DSOV. Dat moest een dag later spelen. Ja. Dat verliest dan thuis verrassend van Teylingen. Ja. Waardoor RKDO dubbel goede zaken gedaan heeft. We staan op 2 punten. Ja. Met nog 4 wedstrijden, dacht ik. Ja, en hetzelfde geldt natuurlijk voor Fuck, die laat het ook een beetje afweten. Overigens, die wedstrijd op zaterdagavond, wat krijg je dan? Dat er heel veel mensen naar zo'n wedstrijd toe gaan, ook veel trainers. Dus wat zie je? Dat zie je op de foto ook heel mooi. Je ziet allerlei trainers die er een kijkje gaan nemen. Mauricio Cicucci zie ik daar staan. Ja, Corné van Doorn staat er, Mark Boon staat er. Ja, sommigen natuurlijk wel belangen omdat ze ook in die klas zitten. Manolito Toepel, die had er ook gelijk tussenuit. Maar dat heb je dan wel op zo'n zaterdagavond. Ja, dat is natuurlijk wel gezellig. Voetballiefhebbers, dat is lekker weer. Ja, men gaat hem natuurlijk ook even kijken. Ja, precies. Dat is hetzelfde ook. Als ik zondags naar APS ga, kom ik ook allemaal trainers tegen. Ja. Al in het zaterdagvoetbal, dat is gewoon... Maar goed, zaterdagavond, als het lekker weer is, dat zeg ik wel eens, voor het najaar is er helemaal geen straf om op zaterdagavond een wedstrijd te spelen. Nee, zeker niet hoor. En daarna nog een beetje feestelijke team. De derde helft altijd gezellig ook. Zeker weten. Goed, gaan wij verder. Fuck tegen TAC 90, een echte derby. Ja, RKDO, dat won ik een dag daarvoor. Dus eigenlijk moest Fuck ook gaan winnen. Ja. Speel je tegen TAC 90, dat is altijd een kwaaie. Moeilijke ploeg. En dan kom je niet verder dan een gelijkspel. Ja, en die wedstrijden moet je eigenlijk winnen als je kampioen. En zeker thuis, die moet je gewoon winnen. En nu spelen ze gelijk. Vorige keer hebben ze ook gelijk gespeeld, dacht ik. Ja, dat zijn dure punten hoor. Want, goed, ze staan in ieder geval weer gelijk met DSOV. Gelijk, dus, allebei 44 punten en 42 punten voor RKDO. Ja, dus de strijd is nog niet gestreden. Nee, helemaal niet. En dat is het leuke in die afdeling natuurlijk. Maar dat geldt ook voor onderin. Want we nemen HVV, dat speelde tegen Alphen. Alphen, als die hadden gewonnen, hadden die nog misschien nog erbij kunnen komen. Maar dat blijft gelijk, maar daar heeft ook HVV te weinig aan. Maar daar gaat het HVV, Voorholt en Laakkwartier, alle drie geloof ik 19 punten. Ja, en het wordt stuivertjeswissen en de gelukkigste blijft erin. En de anderen die gaan eruit en PD-wedstrijden spelen. We hebben nog een spannende slotfase als trainer. Laakkwartier hebben het echt moeilijk. Ja, dat denk ik ook wel. Nou, zo vertrouwelijk. Gaan we naar de eerste klasse B, Den Hoorn tegen BMT. Ja, Den Hoorn, dat deed haalt het wel op, uit. He? Ja. 5-0 zeg ik, wist niet dat ik hoorde. Ik denk nou, want BMT draaide toch wel redelijk goed mee. Die hadden zelfs nog een beetje naar boven kunnen kijken. Maar ja, Den Hoorn heeft geen slechte ploeg, om dat ook te weten vooral bij Velo. Hè? Zeker, ook knap. Ja. En Hess heeft het toch wel goed voor elkaar. Ook gepromoveerd, doen goed mee. Ja. Ja, en dan John de Wit, die moest er geloof ik aan hangen. Die moest er ook een nummertje gaan zingen. Ja, want John zingt en dan hij liep het veld of het publiek begint dan te zingen van Jean-Louis. En dan moet ik hem toegeven en nageven. Iedereen de pijn als je zo van het veld afgoed.
Maar hij geeft er dan gehoor aan en hij doet het maar even. Hij heeft wel gezongen. Ja, daarom. Dus hij kan niet meer stuk bij de supporters van, van Den Hoorn. Nee. Goed, Velo tegen Nieuwerkerk. Ja, Velo over. Kan het seizoen verder schriftelijk afdoen. Hè? Het was een wedstrijdje tussen vader en zoon van der Dussen. Het was aardig dat Donnie van der Dussen maakt ook nog het eerste doelpunt. Openingsdoelpunt van Nieuwerkerk. Volgens zijn vader ook de beste man van het veld. Maar ja, er zit een beetje chauvinisme achter, denk ik. Daar had Albert natuurlijk niet zoveel om, want die ging natuurlijk gewoon met een nederlaag van het veld af. Ja, en dikke cijfers. En Nieuwerkerk, volgend jaar zien we niet meer terug in het zondagvoetbal. Nee, het is een heel erg teleurstellend seizoen voor Velen geworden dit jaar. Hoor. Hadden ze niet op gerekend aan de Noordweg. Nee, zeker niet. Gaan we naar de hoofdklasse, want daar zijn we inmiddels aan toegekomen. Alphense Boys, dat ontving thuis RKAVV. En RKAVV staat erom bekend dat hij in uitwedstrijden nog wel eens voor verrassingen kan zorgen. Ja. Deden ze nu ook weer. De laatste minuut weer gescoord. En bijzonder knap moet ik zeggen hoor. Eerste jaar onder Cicucci daar als trainer. En toch sterven ze op bijvoorbeeld dat het moeilijk is. Ze staan er gewoon vierde plaats of zo. Ze zijn veilig. Ze staan maar één puntje zelfs achter een club als Alphense Boys waar ze nu van gewonnen hebben. Heel knap. Zonder meer. DRC, dat heeft in die hoofdklasse de punten hard nodig. Ze speelden nu tegen de hekkensluiter Jong Achilles 29. Zou je zeggen, ja, die wedstrijd moet je gewoon lekker winnen. Ze hebben hem gewonnen, DRC, maar moeizaam. Moeten ze uit vuur gesleept. 2-0 voor, 2-2 geworden. Ja. Toen ging het toch niet zo makkelijk. En vervolgens trekken ze dan toch nog over de streep. En het was hard nodig, want anders hadden ze ook echt in de zorgen. Ja, ze hebben nog geluk dat RKHVV en die andere Heerenveen verloren hebben. Daardoor, ze hebben nog een wedstrijdje minder gespeeld, dus ze kunnen nog wat stijgen. Ja, maar ze hadden wel nodig een keertje die overwinning. Johnny Kamperveen in het doel, een stukje routine er weer bij. Een beetje lang moeten onderhandelen, maar ze zijn er toch uitgekomen. Ja, maar goed, wel belangrijk denk ik dat je een stukje routine, want de sluitpost is natuurlijk van essentieel belang hoor. Zeker in de eindfase. En wat dat betreft moet ik ook zeggen, Rob de Lange is niet te benijden, want hij mist iedere wedstrijd wel een aantal spelers. Vaak door blessures, schorsingen. Dat heb je toch veel bij alle verenigingen op het ogenblik. Dat is altijd bekend. Jawel, maar hij heeft dat eigenlijk wel het hele seizoen door steeds. Ja, maar die sluitpost zijn inderdaad belangrijk. Dat heb ik gisteren ook ervaren. Nou ja, goed, dan komen we op de wedstrijd. In inderdaad de derde divisie. HBS tegen Blauw-Geel. Nou goed, Blauw-Geel dat verloor de voorgaande week al een keer van Westlandia, een keer van Kwik. HBS, die staat niet ingeslaagd. Het bleek 0-0. Maar... En net wat je zegt, beide doelverdedigers, hoofdrol. Fantastisch. Ik bedoel, keeper van HBS, die Paul van Helm. Van Helm, die pakt 5 minuten uit twee echt prachtige kansen. Die gewoon als een kat uit die kooi jaagt. En ook de andere keeper, geweldige keeper. Die heeft zeker het punt gewonnen voor Blauw-Geel. Ja. En ik moet zeggen, het was een leuke wedstrijd. Van Helm, die draait natuurlijk het hele seizoen ook constant heel goed, want dat is een verliezen krijgen volgend jaar. Een keeper van de Meren, geloof ik, HBS. De Meren, ik moet zeggen dat HBS, het scoren blijft een probleem. En Schaken speelde gisteren, moet ik zeggen, een goede tweede helft. Ja, en eigenlijk is dat de enige die de goals zou moeten maken, want de rest komen er gewoon niet aan. Nee, Hulst geblesseerd nog, dus die ook niet bij. En Mulder die had het altijd niet gisteren. Hard werken en meer zat er niet in Fabius. Nee, nou goed, zorgen dat ze de punten blijven spokkelen, dan gaat het misschien toch nog lukken dit seizoen. Zonder Bekwik thuis, dus daar moeten ze de punten inderdaad tegen halen. Ja. OJC, dat kreeg Kwik op bezoek en Kwik draait gewoon goed, ook in de uitwedstrijden. Ja, ik hoorde vandaag van Rijn, tijd van 20 minuten was 2-0. Ja, het had dan 4-5-0 moeten zijn, maar ze speelden hartstikke goed. En de jongens geloven er ook nog in. Die willen gewoon dadelijk gaan kijken of ze een PD-wedstrijd kunnen gaan spelen om dat te gaan promoveren. Ja, en dat zonder Joost de Gelder, die was ziek. Ja, was ziek Joost. Ja. Maar Kwik heeft wel een brede groep hoor. En de kracht van de vereniging ook. Ja, het is een sterk collectief. Gaan afsluiten met Westlandia, dat ontving op de Hoge Bomen HC 21. Ja, de ploeg van Edwin Grunholz draait natuurlijk ook uitstekend weer de laatste wedstrijd. Zeker in deze periode. Ze hebben gezegd, daar willen we wat in presteren. Nou, tot nu toe gaat het goed. Ja, gaat heel goed. Kijk, ze hebben natuurlijk een hele matige start gehad, man. Edwin is fantastisch teruggekomen. En ik moet zeggen, Spruit gaat volgend seizoen gaat hij weg. Maar dat is toch wel de man die weer gisteren 2 goals maakte. Hoe ze dat gaan opvangen, weet ik niet. Maar Edwin heeft natuurlijk een groot netwerk, dus er zal best wel weer kwalitatief iets goed terugkomen. Maar chapeau voor Westlandia zo ze teruggekomen zijn. Ja, het zou toch leuk zijn als ze inderdaad nog zo'n periodetitel pakken, terwijl je zo slecht het seizoen bent begonnen. Ja, dat kan. Goed. Een goede ploeg. Zeker, we gaan het afwachten allemaal. We zijn het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal Weekend, waarin we terugkeken op het zondagvoetbal. René, weer bedankt, tot volgende week. En thuis ook bedankt voor uw aandacht en tot volgende week.